Kijk, Christophe, je hebt de smaak te pakken volgens mij. Ja, het is fantastisch. En ook, ik voel me zo goed op het ijs. We waren zo aan het genieten. En ik hoop dat de kijker ook echt voor ons stemt, want dat hebben we wel nodig. En, maar we kregen wel een 8,3 in gemiddeld. Ja, dat is fantastisch. Ik ben echt zo blij. Het harde werken wordt beloond en daar ben ik zo blij. Echt zo blij mee. Ja, echt. Ik ben een beetje gek met al het bloed op mijn gezicht, maar het is voor zover, voor triller. Wat vind je nou, want ik zie en wij zien thuis dat jij straalt, maar wat vind je nou het tofste aan om hier te dansen op dat ijs? Nou, voor mij is het gewoon in mijn element zijn, plezier hebben en geven en ook ontvangen van het publiek. En dat is voor mij, daar leef ik voor. Dus ik ben acteur, dus als ik dat kan geven en ontvangen, dan ben ik zo gelukkig. En dat mensen, ja, dat als ik dat te horen krijg, dan ben ik blij, want dan komt het over. Ja, dat komt er heel erg goed over. En elke week weet je de lat voor jezelf ook weer hoger te leggen. Stel dat er mensen op jou stemmen en je gaat door. Wat kunnen we nog meer van je verwachten? Wauw, als ik door mag, dat zou echt zo mooi zijn. Dan mag ik naar de halve finale en dan mogen we twee nummers laten zien. Dat wordt nog harder werken, maar lijkt me zo'n mooie uitdaging. Alsjeblieft, ja. Ja. Nou, ik hoop dat de mensen op je stemmen. Ik hoop het ook. Je ziet er een beetje freaky uit, maar dat is voor trillen. Voor trillen zo, ja. Ik heb dat ook weer, dat mogen we ook weer doen. Dus heerlijk. Ja, dus we gaan vanavond nog van je genieten even. Nou ja, zeker. Zeker, 100%. Nou, ik ben heel benieuwd en succes. Bedankt. Dankjewel.